Ja. Wil jij dat doen? Ja. Dan ga ik even voelen. Oh ja. Ja? Ja hoor. Ah, mooi. Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Hij heeft er geen zin in. Ik denk het ook niet. Dan gaan we lokken en dan gaan we gewoon. Dit is bijzonder zand. Want ik ben iets aan het ontwikkelen. Kunnen jullie een geheim bewaren? Ja. Ja, hè? Ja. Oh. Ja. Nou, ja. Je weet wat je op je hals haalt. Ja, ja, ja. 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 Oh. Het is namelijk... Er wordt wel eens gevraagd, lieve kinderen. Klaas vaak. Kunnen de kinderen niet wat langer slapen? Nee, want de Efteling is veel te leuk. Ja, precies. Bosrijk is veel te mooi. En dan wil je vroeg wakker zijn en laat slapen. En dan kijken de mamas en papas me aan. Alsjeblieft. Nou, dan ga ik proberen, zei ze. Ga ik proberen of ik iets heb. Dan ga ik even kijken. Even kijken. Dit is het nieuwe zand. Kijk het eens, hoe lang dat valt. Oh, dit is... Ik heb er echt mijn best op gedaan, Klaas. Oh, het is fantastisch, Soezel. Ja, 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 ja. Nou ga ik even proberen. Wat had ik ook weer opgeschreven? Uit, slaap zand. En met een bijna hand. En met wanneer liggen. En zeggen en dromen. En met een komen. Ja, ja. Mooi. Zeven. Zeven? Maar dat heb ik al gedaan. Heb je er al zeven in gedaan? Nee, ik heb het zand gezeefd. Oh, ja. Oh, ja. Oh, het is verwarrend. Verwarrend. Nou, even lezen. Ik wilde iets anders, denk ik. Ja. Hallo. Kun jij goed tellen? Ja, mag je meetellen? Hier. Eén. Jullie mogen meedoen, hè? Twee. Je hebt me pas roepen als je erin zit, hoor. Want anders raak ik in de war. Drie. Ja, goed zo. Eén. Vier. Ja, vier. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Zo. Vijf. Ja, ja. Ja. Hier. Zes. Ja, wacht even. Zeven. Zo. En weer terug. Oei. Oh ja, ja. Dan gaan we testen. Nou, dan doe ik een heel klein... Hebben we nog even, of moeten we beginnen? Ja, we kunnen wel zo beginnen. Ik ga zo nog één keer kijken of er niet nog toevallig iemand... Ja, is goed. Zou ik dat even doen? Ja. Even kijken of er nog toevallig iemand... Wie weet. Voor de... Ik weet niet of het zo ja, het is wel tijd, dus ja. Het kan zijn dat er nog iemand staat, dat weet ik nou, niet. Nou, misschien weet het... Ik ga even kijken, ja? Gaan we, ja. Dan laat ik jullie zien, en dit is uit slaapzand. Als ik jullie mag vragen, hoe laat zijn jullie meestal wakker? Zes uur. Prachtige tijd. Acht. En jij? Weet ik niet. Weet je niet? Heb je geen klokje? Nee. Nou, maar als we nou gaan uitslapen... Zullen we dan zeggen tot 7:30? Is dat iets? Ja. Ja? Goed, hè? Niet langer, toch? Nee. Nou, doe ik het ook een heel klein beetje in mijn flesje. Ik zeg echt, oep, meer dan zat. Kom eens even. Ben ik benieuwd
of dat gaat lukken met dit zand. Kijk, kijk, ik deed er maar een heel klein beetje in. En, ja, nou, er komt wat meer uit. Dat is ook de bedoeling. Ik zit nu op half zeven. Denk je dat het erg lang gaat duren? Nou, ja, weet je, misschien valt het reuze mee. Ik zit nu op 8 uur. Oeps. O jee. Even kijken hoor. Oh nee. Nee, dit wordt wel heel laat. Ja. Oh jee, dit wordt een dag overslaan. Maar je bent in de Efteling. Maar kunt u niet. Is er niks aan te doen? Nou ja, ik heb er 7 in gedaan. Ja. Nou, misschien moet ik wat minder in doen. Ja. Denk het ook. Ja, ik zou er voortaan minder in doen, denk ik. Ik zit nu al 2 dagen. Nee, ze wordt een gek. Zonde. Het is wel mooi te doen. Ja, dank u wel. Ja. Oh, ja. Kijk, nou. Dus dat nou, zeg. Ah. Nee. Dat doen we anders. Ik schrijf... Kom maar. Ik schrijf. Hier, dat is waar. Huh? Oh. Prachtig. Uitslaan. Zand. Ja, het giebel, ik weet het. Ja. Niet 7 dennenappels. Nee. Nee. Maar iets minder. Ja, zeg. Ik zeg het aan mezelf. Ik zou 5 doen. Maar ik heb er natuurlijk geen verstand van, een kast. Nee, precies. Ja. 4. Ja. 4. Dan doen we de volgende keer 4. Dan ga ik dan uitproberen. Kijken of het lukt. En dat jullie dan niet te lang slapen. Sorry, papa's en mama's. Ik heb het geprobeerd. Ja. Nou. Zullen we dan beginnen, Klaas? Het wordt tijd voor een verhaal. Oh, even zwaar. Oh, er stonden allemaal mensen voor de lange brug. Ja. Zo. Zo. Ah, het is zo leuk om jullie hier te mogen. Wat zeg je, lieve? Wat zeg je? Het raam zwaait. Ja. Dat doen we een ander keertje, ja. En dan willen ze allemaal uit het raam kijken. Ja, komt wel. Hé, maar lieve dooddruppeltjes. Het is tijd voor een verhaal. Oh, hebben wij jou al voor? Sorry, ik wou je net gaan voorstellen, Zoezel, maar wat is er? Kriebelt het nog steeds op je rug van mij? Oh, dat is het niet. Nou, zeg Suzo, heb jij een ronde gedaan vandaag? Nou, wat gebeurt hier allemaal? Zeg Suzo, hoe voel jij je vandaag? Ik? Ja. Goed. Ja, dat dacht ik al. Dat kun je wel zien. Jongen, zeg. Nou, ja, nee. Nou, eigenlijk. Ja. Nee. Nee. Jawel. Nee, ja. Klaas, vaak. Een vriendin. Je komt niet zo goed uit je woorden, hè? Nou, grappig dat u dat zegt. Ja. Een vriendin van mij heeft dat. Wat heeft jouw vriendin? Dat ze niet zo goed... Uit de woorden komt. Ja, dat. Oh. Ja. Oh. Ja. En heeft ze dan ook opeens van die... ja, verzin op rode wangen. Je bedoelt dat het zo... vanaf je voeten zo... helemaal zo warm wordt en dan...
Ja, ja, dat is zo. Ja, ja, oh, ja. Nou. Oh jee. Ja, dan zal ze ook wel kriebels in de buik hebben. Ja. Oh jee. Dat heeft ze ook. Ja, alsof er aan de binnenkant van de buik iemand met een veertje zit te kriebelen. Ja. Klaas, vaak. Kan dat kwaad? Nou, ik moet je zeggen. Als een vriendin van jou niet uit de woorden komt. Ja. En opeens heel warm krijgt met rode wangen. En dan kriebels in de buik. Ja, nou, is het ja. Nee. Wat is er dan? Nee joh. Weet je wel wat er aan de hand is? Weet je dat? Nee. Ze is verliefd. Wat zeg jij, jongen? Dat ze verliefd is. Verliefd? Ja. Ja, verliefd. Nou precies. Die vriendin van jou is verliefd. Oh. Ja. Oh. Ja, het is wat als je niet uit je woorden komt. Maar Klaas, vaak. Ja. Even voor die vriendin. Ja. Klaas, vaak, wat moet ze dan doen? Nou, gewoon hetzelfde als die eekhoorn. Weet je nog, die verliefde eekhoorn. Zo'n mooi verhaal. Eekhoorn? Ja. Weet je niet meer? Ik weet het even niet zo goed meer. Oh, maar dan ga ik dat verhaal vertellen. Echt? Ja, dan kan jij dat weer vertellen aan die... Vriendin van me. Precies. Ja. Oh, dat is fijn. Nou. Het verhaal van de verliefde eekhoorn. Ja. Ik ga heel goed opletten. Nou, mocht je... een keer verliefd zijn en je weet niet wat je moet doen, hè? Dan moet je goed luisteren naar dit verhaal. Dit verhaal over de eekhoorn. En misschien ken je hem wel. Hij komt uit Fabula. Mm-hmm. Die eekhoorn? Die eekhoorn. Hebben jullie die wel eens gezien? Ja. Oh, dat is een hele... Ben je al naar Fabula geweest? Stoere eekhoorn. Hele leuke eekhoorn. Ja, die. Nou, dan weet je meteen wie ik bedoel. Nou, weet je wat er gebeurde? Hij kwam naar me toe en hij zei... Klaas, vaak, ik kom de laatste tijd heel slecht uit mijn woorden. Uit mijn woorden? Dat zei hij, denk ik. Ja. En dan heb ik opeens zo van die... Kriebels. Vlinders. Kriebels in mijn buik. En van die rode wangen. Rode wangen, ja. En ik zei, oh, maar eekhoorntje, je bent verliefd. Wat moet ik doen? Nou, net als... Ja, Klaas, vaak, wat moet ik dan doen? Doe de eekhoorn. Wauw. Wat moet ik dan doen? Nou ja, gewoon het... Ja? Nou, kom ik niet uit mijn woorden. Nou ja, dit. Ja? Op wie ben jij verliefd? Oh, op Pluis. Oh, Pluis. Ja. Oh, maar dat... Het is een hele mooie pluisstaart. Prachtig, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, daar zou ik ook stil van worden. Ja. Ja, als eekhoorn zeker. Zeg maar, weet je wat je kan doen? Nee. Je moet laten zien waar je goed in bent. Waar ik goed in ben? Ja, je weet waar je goed in bent. Oh ja, Klaas, vaak. Ik ben heel goed in bomen klimmen. Oh. En dan spring ik van tak tot tak en dan roep ik altijd, joehoe! Oeh, ja. Heel goed. Moet ik dat doen? Ja, en dan loop je naar Pluis. Ja. En dan zeg je, ik vind je leuk. Oh, echt? Ja. Is dat het? Dat is het. Dan ga ik dat doen. Ja, ja. Nou, ga er maar naartoe. Joepie. Ja. Klimmen en springen en... Pluis. Hey, hallo. Hallo, Pluis. Ik vond het heel eng wat je doet. Ja, je zat hoog in de... Nee, oh, Klaasvaak. Waar gaat ze nou naar? Waar ben je nou? Klaasvaak. Wat is er? Klaasvaak. Ja. Klaas, vond me eng. Eng? Ja, dat was helemaal niet goed. Jou? Ja! Nou, dat... Klaas, vaak, wat moet je gaan doen? Nee, je kunt ook iets anders doen. Wat? Bloemen plukken. Bloemen toch? Plukken? Dat doen we toch? Ja. En dan gaan we bloemetjes geven, toch? Plukken en dan opeten? Nou, je gaat bloemen plukken en die geef je. En dan zeg je, ik vind je leuk. Geef een pluis? Ja! Oh, dat gaat. Ja, maar dan moet je. Ja, maar bijvoorbeeld begin met vergeet me niet. Seringen. Vergeet me niet. Ja. Wat een liefje. Wat voor bloemen heeft ze nog meer nodig? Vissen. Rozen. Rozen. Denk aan de doornen. Rozen. Nee, die laat ik maar. Fluis. Ja. Alsjeblieft. Yes. Achoo. Oh nee. Nee. Klaas, vaak! Wat is er nou? Fluis deed er
Sjoe. Je bent een huid Sjoe? Nou, zie. Hij vond bloemen helemaal niet leuk volgens oh, mij. Oh, jee. The fuck? Ja. Wat moet je dat doen? Wat moet je... Nou, wat ook kan. Ja. Dat doen heel veel grote mensen. Ja. Die gaan een gedichtje voordragen. Een rijmpje, woorden die op elkaar rijmen. Met een heel mooie woorden bij elkaar. Bijvoorbeeld, ik heb... Klaas Vaak, ja? Ik ben een eekhoorn en ik kan toch geen gedichten schrijven? Nee. Ik weet niet wat je toen af moet helpen. Ja, nee, maar we helpen jou. Ja? Bijvoorbeeld, ja. Dat heeft mij wel eens geholpen. Ja? De lucht is blauw. De lucht is blauw, ja. En ik hou van... Papa? Van jou. Ik hou van... Oh, dat kan ik wel onthouden. De lucht is blauw. Ik hou van jou. Ja, wil je er nog eentje? Nou, ik vind het al best veel. Ja, komt ie. Oh, dit weet je ook wel. Ja. Het gras is groen. En ik geef jou een... Zoen. Een zoen. Oh, daar weet ik al ook eentje. Oh, oh, ja. Een hert heeft 4 poten. Ja. En ik geef jou... Noten. Nou wat. Ja. En dan zeg je, ik vind je leuk. Ja. Pluis. Ik ga op zoek naar Pluis. Nou, ga maar op zoek naar Pluis. Pluis. Oh, Pluis. Pluis. Ja, waar ben je? Een hert heeft 4 poten. Wat zeg je? Een hert heeft 4 poten. Oh ja. En ik geef jou noten. Het gras is groen en ik geef jou een noot. Oh nee. De lucht is blauw. En ik hou van noten. Oh nee! Oh, oh jee, en de eekhoorn ging op een paddenstoel zitten. Huilen, huilen. En Pluis ging er naartoe. Hey. Pluis. Nee, ja, maar blijf maar zitten. Ja, blijf maar zitten. Het ging allemaal mis. Wat is het toch? Het wat ging gebeurt allemaal mis. Er aan? Ja. Ik ging jouw gedicht vertellen en toen ging het helemaal fout met allemaal noten. Maar ik ben gek op noten. Dus je vond het wel leuk? Ik vond het heel leuk. Maar toen ik bloemen gaf, toen ging je zo niet. Nee. Nee, ja, nee, maar welke bloemen had jij? Liefjes en seringen en narcissen. Ja, narcissen. Daar ben ik allergisch voor. Oh, dat wist ik niet. Nee, dat kan ik niet tegen. Maar toen ik zo mooi door de bomen ging springen. Ja. Toen vond jij me eng. Ja, ik vond het eng. Ik vond het zo eng hoe jij door de bomen ging. Ik dacht, hou je vast. Hou je vast. Je gaat vallen. En ik zou dat niet durven. Ik durf dat niet. Ik durf niet zo hoog in de bomen. Dat vind ik heel erg eng. Ja. Ik mag bang zijn. Ik ben er toch bij. Oh. Pluis, ik wist niet dat jij bang was om in de bomen te klimmen, maar... Ja, ik ben heel bang. Als ik jouw pootje nou vasthoud... Ja? Durf je het dan misschien wel, want ik kan het heel goed. Want Pluis... Dat je mijn pootje vasthoudt? Ja, want Pluis, ik... Ik vind jou heel lief. Ik vind jou heel leuk. Ja. Zullen we dan samen naar de bomen springen? Als je mij niet loslaat. Ik laat je niet loslaten. Moet ik mijn ogen open houden? Ik hou je vast. Oh, daar gaan samen we. Samen kunnen we het. En daar gaan we. 1, 2, 3. Joehoe. Oh. En zo gingen de twee eekhoorntjes springen. Van boom naar boom. Ja. En joehoe hoorde je overal. Oh, ze waren zo blij met elkaar. Zo verliefd. Nou. Wat mooi, Klaas Vaak. Nou. Ja. Nou, weet je wat je vriendin van jou moet doen? Ja, nou weet ik het. Ja. Gewoon op een paddenstoel gaan zitten huilen en dan komt het allemaal goed. Nee. Nee toch? Wat moet ze doen? Wat kan ze het beste doen? Het zeggen. Mm-hmm. Gewoon zeggen. Ik vind jou... Lief. Ja. Lief en leuk. Dat moet dus ik het dat... gewoon zeggen. Kees? Ik? Dat ik dan zeg, ik vind je leuk. Ja. Ik? En iets doen wat je goed kan. Ik kan heel goed chocolademelk maken. Die vriendin van me. Ja.
Ja, oh. Zeg, maar ben jij verliefd? Pas vaak, ik moet iets bekennen. Ja. Eigenlijk ben ik het die verliefd is. Joh, dat had ik nog niet in de gaten. Nee. En nou. Hij was net voor het raam. Ja. Ja, ja. Ja. Oh, en dan, ja, dan gebeurt het even. Ja. Ja. En wat ga je nu doen dan? Nu blijf ik natuurlijk braaf bij u, maar ja. Straks ga ik warme chocolademelk maken en dan ga ik tegen hem zeggen dat ik hem leuk vind. Heel goed, chocolademelk brengen. Ik vind je leuk. Chocolademelk met koekjes en zeven. Oh. Nou goed, heel goed, doen. En hoe heet hij? Waar je verliefd op bent. Nee, dat kan ik nog niet vertellen. Oh, zij weet het nog niet. Nee, daarom. Nee. Ik vind het wel heel spannend. Zou ik het durven, denken jullie? Ja. Ja? Ja. Hebben jullie dat ook wel eens gedaan? Zomaar tegen iemand zeggen, ik vind je leuk? Vingers omhoog. Wie heeft wel eens gezegd, ik vind je leuk? En, ja. En ging het goed? Ja? Ja. Ja? Oké, dan durf ik het ook. Ja. Dank jullie wel. Goed zo. Gelukkig. Poekhaas, vaak nou, was dat even spannend. Dat liep goed af. Ik vond het een mooi verhaal. Ja, hè? Ja. 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 Goh, wat je allemaal kan leren van een eekhoorn. Ja. Leuk die noten. Nou, lieve schatjes. Het is tijd om lekker te gaan dromen.